Oh, ik hoor jou wel, Daan. Wat gek. Audio is heel slecht. Oké. Okay. Ja, mij horen ze wel, denk ik. Jou horen ze niet, denk, als ik het goed begrijp. Oké, horen jullie mij nu wel? Ja, nu horen jullie mij wel. Perfect. Ga ik even opnieuw beginnen? Want volgens mij houden we. Even de hele intro opnieuw. Gaan we de intro even opnieuw doen? Ja, wat ik even. Even kijken, horen ze me nu? Ja, oké, mooi. Ze horen mij. Nou, gaan we het even opnieuw proberen? In ieder geval tof dat jullie er zijn. Ja, een onderwerp wat volgens mij heel specifiek is. Maar waarvan ik heel enthousiast word, namelijk Reddit, want ik ben zelf ook een Reddit-gebruiker. En op voorhand twijfel ik nog over het feit van, zal ik dit wel, webinar wel organiseren? Want slechts 1% van Nederland maakt gebruik van Reddit. Maar gezien de aantal aanmeldingen is het volgens mij een heel interessant onderwerp. We hebben ruim 100 aanmeldingen hierop gekregen. En we hebben een expert binnen ons team, Nina. En die gaat jullie meenemen in het adverteren op Reddit en hoe je B2B leads kan genereren via dit kanaal. In eerste instantie even huishoudelijke mededelingen. We zullen er ongeveer een half uur presenteren, concreet een stappenplan presenteren, waarna je vervolgens ook vragen kunt stellen. Heb je tussendoor vragen, stel die vooral. En na afloop van deze presentatie krijg je ook de replay en ook de slide deck, dat je het nog rustig even door kan nemen. Nou, eerst dan zal ik even nog kort vertellen wie wij zijn. Wij zijn Red Panda en wij zijn een B2B Growth Hacking Agency. Nou, wat houdt dat in? Dat we eigenlijk niet alleen enkel naar de top van de funnel kijken, maar in die gehele funnel meekijken en kijken van hey, waar kunnen we nou groei realiseren? En dat kan dus ook op niche-kanalen waar we het vandaag over hebben, zoals Reddit. Nou, even kort over mezelf. Ik ben zelf Daan, werkzaam, ruim een jaar werkzaam bij Red Panda. En ben verantwoordelijk voor een stukje business development. Maar ik heb ook mijn eigen klanten. Dus ook zeker actief als marketeer. Nou, dat even kort over mezelf. Volgens mij is het leuk als Nina zich ook even voorstelt, onze expert op het gebied van Reddit. Yes. Yes, dankjewel, Daan. Nou, ik ben Nina Morsa en ik werk als growth manager bij Red Panda Works. Werk nu ondertussen een zevental jaren in de marketing. En hier bij Red Panda ben ik eigenlijk vooral strategisch aan het werk. Ik bepaal de marketingplannen en de koers en de visie op marketingvlak bij een aantal klanten van mij. En dan samen met het team van Growth Hackers voeren we het dan uit en sturen we bij. En ja, waarom dit webinar over Reddit? Nou, zelf werk ik niet zo heel vaak nog echt uitvoerend aan de knoppen draaien. Maar voor Reddit wou ik een tijdje terug wel even een uitzondering maken. Omdat het een platform is dat ik zelf gebruik. Ik vind het ook een ontzettend leuk platform. En ik zag op Reddit ik zag de laatste tijd steeds meer B2B advertenties op Reddit. Dat was vroeger heel erg B2C. En de laatste tijd kreeg ik steeds meer die B2B ads te zien. Dus toen dacht ik, nou, volgens mij is dat wel leuk voor een aantal klanten van me. Dus ben ik erin gedoken, veel informatie verzameld en mee gaan experimenteren. Een paar learnings uit kunnen halen. En ja, die wil ik dan vandaag met jullie delen. Nice. Ja, volgens mij hebben. Oh ja, wat gaan we aan het bereiken van dit webinar, Nina? Ja, wat gaan we doen vandaag? Of wat is het doel van het webinar, laat ik het zo zeggen. Nou, op het einde weet je eigenlijk hoe adverteren op Reddit werkt. Hè? De basis, we kunnen niet alles tot in detail doorlopen, maar je hebt een goede kijker op. Heel belangrijk, de do's en don'ts. Daar zal ik dadelijk nog even op inzoomen, maar Redditors zijn kritisch publiek, dus moet je even voor waken. En je kunt beter de afweging maken van, hey, is dit wel interessant voor mijn business of niet? Nou, wat hebben we exact op de agenda staan?
Nou, wat is Reddit? Misschien heeft niet iedereen een account, zullen we zo wel proberen uit te vinden. En een concreet stappenplan. Hè? Via 5 stappen kan je een campagne opmaken. Dus we maken het lekker concreet vandaag. Alright, en dan hebben we een vraag voor jullie. Wie heeft er allemaal een Reddit-account? Yes, en dan kan je reageren op de stelling onderaan. Even kijken. Nou, er zijn tot zover hoofdzakelijk mensen die nog geen Reddit-account hebben. Dus nou, volgens mij sluit jou daar jouw. Nou, het was een korte interactie, maar sluit jouw verhaal hier ook op aan. Want hoe lang maak jij al gebruik van Reddit, Nina? Jeetje, ja, een jaar of 2, denk ik, Ja. nu. Ja. En Ik ken waarom? het ook echt. Waarom? Ja, wat vind je er leuk aan? Wat vind ik leuk aan Reddit? Nou, in tegenstelling tot Facebook en Instagram gaat het heel erg over de inhoud. Hè? Facebook, Instagram is heel erg, hey, kijk mij nou, of een beetje de sociale connectie nog zoeken. Berichtjes sturen naar elkaar of reageren op foto's van elkaar. Bij Reddit is het heel erg informatief. Content, grappige content. Het is niet gebonden aan personen. Ik vind het heerlijk om even doorheen te scrollen en nieuwe dingen te leren, te weten te komen, of te goed te lachen met bepaalde content. Vooral dat. Er zitten heel veel grappige dingen op. En zelf ben ik ook wel een gamer en er zijn echt ontzettend veel gaming nieuwtjes en andere dingen over games te vinden op Reddit. Dus daarom volg ik ook heel vaak een beetje wat er op Reddit speelt, zeg maar. Ja, tof. En jij dan? Ja, ik maak er pas sinds een jaar gebruik van. En dat is puur omdat je bepaalde communities hebt, de subreddits. En dat vind ik reet interessant. Eigenlijk informatie Ja. wat daarin wordt gedeeld, veel meer inhoudelijk. Kijk, ik maak zelf heel vaak gebruik van LinkedIn, maar dat is meer mensen, ja, hele andere type content. En ook veel minder op de inhoud. En dat is bij Reddit zeker zo. Dus bijvoorbeeld, ja. Ja. De oorlog over Oekraïne volg ik er bijvoorbeeld op, maar ook nieuwe marketing hacks, growth hacking, privé en zakelijk eigenlijk wel, dat ik er gebruik van maak. Ja, Ja. ja. Nou, laten we even de mensen meenemen. Ja. Oh, ik ben eentje te ver. Ja, heel goed. wat Reddit is, hè? Want de meeste mensen kennen het blijkbaar niet. Nou, het is een Amerikaans platform. Het kan je natuurlijk ook hier gebruiken. Het is gratis. En het noemt zichzelf het Discussion Focused Forum. Dus zoals ik al zei, het is niet plaatjes en hey, kijk mij nou en gekoppeld aan een persoonlijk profiel. Maar wat je eigenlijk doet, is je volgt communities of ook wel subreddits genoemd. Nou, wat is dat eigenlijk? Je kan het een beetje vergelijken met een thema. Bijvoorbeeld, een heel makkelijk voorbeeld, PlayStation 4 is een subreddit. Nintendo is een subreddit. Maar bijvoorbeeld ook growth hacking is een subreddit. Maar je hebt ook heel veel grappige dingen. Je hebt bijvoorbeeld shower thoughts. En dan delen mensen hun grappige gedachten die ze hadden in de douche. En dan kunnen mensen daarop reageren van, oh, ik denk daar ook altijd aan. Of helemaal niet. Of hey, wat een gekke gedachte bijvoorbeeld. Hè, dus het is een combinatie van informatie en humor. En eigenlijk, het algoritme is best wel slim. Maar je kan dus bepaalde communities of subreddits volgen. Dus dan ga je erin. En na een tijdje snapt Reddit nou wat je leuk vindt, wat je minder leuk vindt. En je krijgt dus als je de app opent een feed, een overview. En dan zie je eigenlijk enkel wat je leuk vindt. Dus en dat vind ik zelf ook het leuke. Op Facebook zie je echt heel veel meuk die ik niet interessant vind. En dat heb ik op Reddit niet. En daarom zijn Reddit-gebruikers vaak ook wel heel graag op het platform. Dus ze zijn best wel echt liefhebbers van het platform, omdat ze heel erg te zien krijgen waar ze naartoe op zoek zijn. En dat is, vind ik zelf, heel mooie eigenschap aan zo'n platform. Nou, je hebt dus ook advertenties. Ik heb een beetje een screenshotje erin proberen te proppen van hoe mijn feed eruit zag gisteren. En dan heb je een stukje een vraag van iemand in een community of een constatering, een ad en dan weer posts of dingen die je zelf volgt, zeg maar. Nou, de interactie bestaat uit voting en comments, dus je kan inderdaad reageren op voten, downvoten. En interessant voor te weten misschien is dat de grootste gebruikersgroep zit tussen de 20 en de 39 jaar.
Dus op zich vind ik dat een interessante influencergroep. Vaak niet altijd de decision makers in bedrijven, maar wel bedrijven, een leeftijd binnen bedrijven die toch een grote invloed kunnen hebben. Dus dat is wel interessant. Zoals je al zei, Daan, slechts 1% in Nederland heeft een Reddit-account. Dus we zijn bij de early adapters, denk ik, Daan. Als je dat vergelijkt met Facebook en Twitter, is dat natuurlijk peanuts. Maar daarom niet oninteressant. En een feitje die ik vandaag las, dus die staat er eigenlijk nog niet in. Maar ik las in een onderzoekje van Reddit for Business dat 73% van de adverteerders in de tech-sector en de gaming-sector zit. Dus heel erg passend bij onze doelgroep, zeg maar, die B2B SaaS-bedrijven of tech-bedrijven. Dus wel interessant om te weten. Right. Nou, nu weten we wat het is, hè? Het is niet onbelangrijk. Dan neem ik jullie eigenlijk graag mee in mijn stappenplan. Wat je moet doorlopen om te adverteren op Reddit for Business. Goed. Een stap die klinkt heel obvious, maar die is super, super belangrijk bij Reddit adverteren. Doe je research. Waarom is het zo belangrijk? Persoonlijk, Facebook adverteren, Instagram adverteren. Naar mijn mening kan je prima adverteren op Facebook zonder dat je echt zelf een Facebook-gebruiker bent. Je kent gewoon het advertentie-achterkant. Maar je kan ook prima adverteren zonder fervent gebruiker te zijn. En dat is bij Reddit toch een klein beetje anders. Je moet het platform wel echt een beetje kennen. Welke type content komt daarop, zeg maar? Welke soort mensen zitten erop? Hoe lezen mensen de content? Hoe krijg je de content te zien? Welke thema's zie je allemaal voorbij komen? Ja, dat is wel belangrijk om je klein beetje op in te lezen. Want Redditors die zijn best wel een kritisch publiek. Dat uit zich in het feit dat ze dus heel graag op Reddit zitten. En ze gaan heel bewust Reddit open om informatie te zien die zij leuk vinden. En als daar dan advertenties tussen komen die ze niet leuk vinden, die ze niet passend vinden in hun feed, dan reageren ze daar ook niet echt positief op. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om te kijken, past het? Kennen we het? En past wat we maken binnen Reddit, zeg maar. Krijg je dan bijvoorbeeld ook een downvote op je advertentie? Ja, kan. Bestaat zelfs, en dat vind ik echt heel grappig. Ik ben even de naam kwijt, maar er bestaat een community op Reddit. En die verzamelt alle Reddit-advertentie-fuck-ups. Dus alles wat Redditors echt waardeloos vonden, of niet passen, of niet leuk, dan gooien ze in die community. Ja. En ja, dat vind ik wel grappig om te zien. Dus zoals je merkt, wel kritisch publiek daarin. En wat is de volgende En. stap? Ja, nou, wat voor mij belangrijk is, is je af te vragen van, hey, wat wil je daarmee bereiken met Reddit Ads? En ik denk dat jullie die vraag misschien ook aan mij terug kunnen stellen. Wat kan je ermee bereiken? Nou, uit mijn ervaring vind ik Reddit vooral heel interessant om in te zetten als extra touchpoint in je marketing mix. Daar vind ik het heel interessant voor. Het werkt bij mij en mijn campagnes heel goed, bijvoorbeeld als brand awareness. Heel erg zichtbaar zijn bij klanten op zoveel mogelijk platformen. En dat dan bij Reddit ook nog voor een relatief lage kost. En het draagt ook een klein beetje bij aan je brand awareness in de zin van als je op Reddit adverteert als bedrijf, en je doet dat met goede, passende content. Dat draagt bij aan een positieve imago. Mensen gaan je dan leuker vinden van, hey, kijk, ze zitten op Reddit. Bijna niemand zit op Reddit qua adverteerders. En ze doen het dan ook nog eens heel leuk. Dus qua brand image draagt het ook heel erg bij. Maar waar kan je het nog allemaal voor inzetten? Ik heb er eigenlijk van alles mee geëxperimenteerd. We hebben ook webinars geëxperimenteerd. Dat was eigenlijk webinar inschrijvingen dan. En dat liep eigenlijk ook best wel interessant. Ik zou het altijd wel even kijken van oké, hoe past het in mijn gehele marketingstrategie? Want het is naar mijn mening wel deel van een geheel en niet full blast. We gaan adverteren op Reddit, zeg maar, en daar alle leads binnenhalen. Het is voor mij echt een extra touchpoint, een extra zichtbare
extra zichtbaar zijn bij je doelgroep. En als je doelgroep bestaat uit tech-savvy mensen, denk ik, hè, Nina? Of zakelijk? Ja, nou, dat is een heel groot deel van de community, tech-savvy mensen. Maar dat hoeft niet per se. Je kan het ook best wel voor andere doelgroepen inzetten. Zeker B2C, hè, daar hebben we het vandaag niet over. Maar daar heb je natuurlijk wel meer mogelijkheden, meer kansen. Maar voor de B2B denk ik dat tech en software tools bijvoorbeeld wel een mooie aansluiting daarmee vinden. Ja. Alright. Nou, je doelgroep, ik noem het al een paar keer, echt ontzettend belangrijk om die helder te hebben. Is dat vooral omdat de targeting-opties in je campagnes helemaal anders zijn dan, of grotendeels anders zijn dan dat we die kennen bij andere platformen. Nou, als je een nieuwe audience wil bereiken op Reddit, dan kan je dat doen op locatie, interesse of communities. Nou, qua locatie hebben we weinig opties. We hebben enkel Nederland. Dus je kan niet Randstad of Amsterdam of noem maar op pakken. Dus dat is over heel Nederland. En je kan ook niet targeten op leeftijd. Dus